Ik begrijp dat er net, en daar zijn nog geen camera's bij geweest, maar dat in de kleedkamer een uh, ja, best wel emotioneel moment ook nog heeft plaatsgevonden. Wat, wat kun je ervan over vertellen? Ja, nou, wat heb ik net ook al verteld, kan ik hier nog wel een keer weer doen. Uh, Feyenoord is een hele grote club met heel veel fans. En vervelend genoeg um, zijn er nog mensen die, uh, bij wie kanker gediagnosticeerd wordt. Waaronder ook kinderen. En in dit geval uh, zo'n jongetje, Mats, die twee weken geleden te horen had gekregen dat hij um, kanker heeft en dat is natuurlijk heel heftig en uh, toen is vervolgens geregeld dat hij vandaag bij de wedstrijd kon zijn en dus ook in de buurt van de kleedkamer en uh, hij heeft een aantal jongens ontmoet uh, en mij ook en um, ja dat zijn dingen die we vervelend genoeg vaker meemaken vervelend bedoel ik dan voor uh, dat die ziekte er nog is maar ook alweer mooi dat dat Feyenoord zoveel voor de mensen betekent dat we ze op dat moment dan nog een mooie herinnering kunnen geven um, en, en, en hopelijk vinden ze uh, uit die herinnering kracht om, um, om de moeilijke tijd uh, in te gaan die ze, die ze voor zich hebben liggen. Ja, het relativeert meteen alles waar we het uh, voor de rest in dit gesprek over gaan, uh, gaan hebben. Um, het was een mooie wedstrijd. Met uh, mooie goals, mooie aanvallen. Maar het allermooiste moment was misschien wel die wisselwerking met het publiek. en ook met, met jouzelf en, uh, en de rest van de staf. Hoe heb je dat beleefd? Nou de eerste keer dat ze het zo massaal inzitten, toen scoorden we gelijk daarna. Ja. Dus ik dacht, en de tweede keer dat ze het deden, zouden we bijna scoren. Dus ik denk, nou dit moet allemaal standaard gaan worden. Maar uh, ik heb net ook al gezegd, ik zou dat kunnen downgraden om een beetje nonchalanter over te doen, maar dat, dat zou niet recht doen aan het gevoel wat ik erbij had. Uh, ik heb het als heel uh, bijzonder ervaren en dat um, al die jaren dat ik hier ben, heb er, is er geen dag geweest dat ik die waardering niet gevoeld heb, maar zo extreem als vandaag, um, natuurlijk ook niet. Dus dat is, dat is ja, heel bijzonder om dat uh, mee te mogen maken. na de wedstrijd, volgens mij heb ik je dat nog niet, niet vaak eerder zo niet helemaal niet uh, zien doen. Al richting dat publiek. Ja, dat, dat heeft denk ik alles te maken met dat op die vakken er over twee weken geen mensen zitten. Uh, ja, dat heb je me nog nooit zien doen. En dat uh, is ook niet een stijl die ik heel vaak uh, hanteer. Als Twijfel even of het bij een conference liegt. De... Nee, Marseille. Nee, nee, nee. Nog, ik denk nog nooit gedaan zelfs. Uh, zelfs er niet tussen gestaan. Behouden ze dan na de laatste wedstrijd als ze we verplicht zijn een rondje te lopen. En ik denk ook niet dat ik het vandaag uit mezelf gedaan had. Maar uh, ik kon dit keer in die zin niet aan ontkomen dat uh, Justin en, uh, en Lucia zeiden. Ja, trainer, vol, uh, over twee weken zitten ze er niet. Dus uh, ja, je ontkomt er nu niet aan om er wel even... Uh, toe te lopen en niet dat ik dat met tegenzin deed want uh, de waardering die ik uh, van hun naar mij voel is andersom uh, net zo groot en het leuke was nog nou dit dit verhaal gaat vast de krant horen, halen maar uh, mijn zoon had nog uh, één wens in de drie jaar dat hij uh, dat hij hier was en dat was dat hij tussen de harde kern zou kunnen staan en uh, ik zag net al de videootjes voorbij komen dat hij daar uh, Luidkills ook aan het meezingen was. Dus misschien was hij wel degene die het elke keer aan het inzetten was. Maar uh, zijn droom is uitgekomen dat hij uh, tussen de hardeken de wedstrijd van Feyenoord mag bekijken. Ja, ik heb het ook niet vaak meegemaakt dat een van de assistenttrainers ook uh, zo specifiek wordt. Die, die gaf jij volgens mij een zetje, hè, Sipke. Nou, Even netjes terug te zwaaien. Ja, ze zongen zijn naam. Uh, en ook dat is volledig terecht. En het vervelende is dat. En maar dat is ergens ook in de rente in de voetbalrijk. Als het heel slecht gaat, dan schreeuwen ze ook op dat ik moet oplossen. Uh, en als het heel goed gaat, dan krijg je ook alle shine als uh, hoofdtrainer. Maar ik ben heel blij dat in dit geval Sipke die waardering ook kreeg. Het vervelende is alleen als Sipke en ik het krijgen, dat we om en daarbij ook een 10, 12, 15 mensen missen. Um, maar goed, dat was uh, ook volledig terecht dat ze, uh, dat ze ook Sipke uh, toezongen. En dan. ...gezien hoe de wedstrijd was, dan is het ook wel even leuk dat hij gaat staan, denk ik. Ja, want heb je ook uh, genoten van je ploeg? Zeker de tweede helft, uh, denk ik, waarin het niveau erg hoog bij jullie was weer. Ja, ja, eerste helft niet genoten. Hoor. Nee. Nee. Uh, toen lag het tempo denk ik net wat te laag... ...en als gevolg daarvan zag je ook heel veel, heel veel ballen die te hard waren... ...of, of, of combinaties die niet lekker afgemaakt uh, werden. Terwijl je constant het gevoel had, als we even aanzetten kan dit een grote uitslag worden. Toen miste we ook nog een strafschopvlak naar rust. Waardoor je denkt van ja, missen we weer een kans om er een grote uitslag van te maken. Maar uiteindelijk lukte dat nog. En heeft de keeper van Pekswolle ook nog meerdere ballen eruit gehouden om er een nog grotere uitslag van te maken? Laatste vraag. Ik denk dat ik weet welk antwoord ik krijg. Maar wanneer verwacht jij dat er uh, iets gecommuniceerd gaat worden? Is dat simpelweg in Liverpool ook nergens meer om, om speelt? Hang, of, of zijn er ook gewoon nog andere zaken die nog niet afgerond zijn? Nou, waar het precies eh, aan vasthangt op dit moment weet ik niet. Maar ik heb al eerder gezegd dat ik me geen enkele zorgen maak over het feit dat het wel of niet doorgaat. Uh, de vraag is wanneer dat uh, gecommuniceerd gaat worden. Uh, maar we zijn beide nog midden in het seizoen. En uh, er zijn altijd in dit soort dingen, uh, dit soort uh, transfers om het zo maar te noemen, die afgerond moeten worden. En als alles officieel op papier staat, dan pas ga je naar buiten. En dat heeft soms even tijd nodig. Dankjewel. Alsjeblieft. Twee rijen naar voren. En Miko's? Ja, trainer, die sfeer, die werkt natuurlijk ook motiverend. Is het verder moeilijk om die, uh, want het gaat eigenlijk nergens meer over. Ik zag wel dat je meer goals hebt gemaakt dan vorig seizoen. Je zit nog steeds rond het puntenaantal van de kampioenseizoen. Is dat zijn de dingen die je moet gebruiken om die spelers uh, vooruit te krijgen, of gaat het helemaal vanzelf? Ik denk niet dat dat dingen zijn waar je de spelers echt mee vooruit krijgt, omdat ze dat leuk vinden, maar niet meer dan dat. Uh, maar ze spelen allemaal zelf nog wel ergens voor. Een aantal jongens moeten fit blijven. En die weten al vrij zeker dat ze naar het EK gaan en willen in een goed ritme blijven. Ik vind ook dat je als medespeler een verantwoordeling hebt naar dat soort jongens. Om, uh, om die ook op een goede manier af te leveren bij, uh, bij hun land. En dan zijn er zijn nog jongens die misschien hopen dat ze er nog bij gaan komen. Dus die groep heb je. Dan heb je nog een groep spelers die dit jaar echt keihard kei gewerkt hebben om de basisspelers uh, naar dit niveau te brengen. Die uh, dit seizoen niet de speeltijd hebben gekregen waarvan ze misschien op basis van trainingen recht op hadden. Die uh, dan ook nog minuten krijgen en er ook heel veel zin in hebben om er nog iets van te maken. Dus um, nou, dat in combinatie dat ze vorige week zes dagen vrij geweest zijn, gaf in ieder geval uh, voldoende energie vandaag om er een leuke wedstrijd van te maken. je haalde de handschoen eraf, dat is nog niet eerder gebeurd volgens mij? Dat is nog niet eerder gebeurd. Um, en David is denk ik de speler met, nou die stond niet zo lang geleden in de top 10 qua meeste speelminuten. Nou, hij heeft sindsdien alles gespeeld, dus dat zal niet veranderd zijn. En uh, hij ging, denk ik, zaterdag of vrijdag met, 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 met een licht blessuretje van het veld af. Ja, dan zegt hij een dag later: ik kan spelen hoor, ik kan spelen. Maar ergens moet je hem ook een keer in bescherming nemen, zoals we dat eigenlijk ook met Santi gedaan hebben, die, uh, die in, uh, in David er ook uitviel. En ook straks nog weer een Copa Amerika te spelen heeft. Nog meer vragen van uh, Nederlandse media. Ja, aan de linkerkant, achterin. Hi Arne, wat vond je van het spel van uh, Ueda en hoe kijk je eigenlijk naar uh, terug op zijn seizoen? Ah, ja, ze heeft het grote nadeel dat Santiago uh, zeker in de eerste fase van het seizoen een, heel, een hele goede fase heeft gehad. Tweede seizoenshelft. Ging het met ups en downs, maar heeft hij wel altijd het vertrouwen van mij uh, blijven behouden. En ik denk dat Ayase vandaag uh, een prima goal maakt. Had er twee moeten maken met de strafschop. Die hij overigens zelf veroverde. Dus je ziet heel duidelijk dat hij, hij groeiend is, dat hij fitter wordt. En als, als Ayase vanaf dag 1 of vanaf minuut 1 gaat spelen 20, 30 wedstrijden, dan gaat hij er net zoveel maken als Santiago, ben ik, ben ik van overtuigd. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, hier rechts van je. Hmm. Ja. Arne, Jullie kijken veel uh, tv, ook in die trainerskamer geloof ik, voor die wedstrijden. Heb je nog een stukje gezien, of niet? Van PSV? Ja, en Liverpool, Liverpool <laughs> En PSV was al afgelopen toen je kwam, volgens mij. Nou, het vervelende is. Ik weet niet of de mensen dat weten, maar als je via play hebt, dan kan je dat op, op, op één abonnement kijken. En dat deden we op de club uh, op 1908. En toen kwam ik hier toen wou ik hem erop zette. En toen zei ik, dan moet je eerst die andere uh, uitzetten. Dus toen moest ik mijn telefoon erbij pakken om een stukje uh, te kijken. En dat was al heel snel beslist met 4-0. Dus zijn we overgeschakeld naar, uh, naar Union tegen Anderlecht, wat 0-0 werd uh, van Antijn. Union, oh, Sint-Guidois. Ja. ja, we hebben we inderdaad weer veel Ik Je shot wel van die twee tegengoals nog in de laatste minuten. Die heb ik dus niet gezien, dus dan kan ik er ook niet van geschrokken zijn. Maar dat is ook geen noodzaak om daarvan te schrikken. Want we hebben er vandaag uh, we hebben wel weer een clean sheet gehaald. Ja. <laughs> um, wat, je, je voelt je niet ongemakkelijk als je zo het middelpunt bent? Uh, ja. ja, dat is ergens wel ongemakkelijk. Um, maar het is aan de andere kant ook weer heel mooi. Dus op het moment dat het de vierde of de vijfde of de zesde keer wordt ingezet, ja, dan, denk, dan denk je wel eens af en toe van... Hm, het is heel mooi, maar uh, zou je ook voor die andere jongens of, of, of hoe kijken die spelers die nu achter zitten op de bank naar mij. Uh, ja, dus die je passeert en zo. Die je passeert ook nog, ja. Of, of nou ja, die, die je geen speeltijd hebt gegeven of die je gewisseld hebt. Uh, dus uh, je bent je wel bewust van dat iedereen op dat moment naar je kijkt. En dat is soms wel eens ongemakkelijk als je niet op het veld staat, als je voetbal bijna gewend. Maar, ja. Ja. En over twee weken, wat verwacht je dan? Ja, vervelend genoeg is dan natuurlijk een, 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 een aantal uh, vakken dicht. Dus dat, dat vind ik wel heel erg jammer uh, voor, voor mezelf, maar zeker ook voor die jongens, want ik denk dat die ook een, in, in een goed seizoen als deze ook een andere afsluiting zouden verdienen. Maar ja, goed, het is de realiteit. En um, ja, dat, dat zal wel een, een lastige dag zijn, niet alleen omdat je afscheid neemt van, uh, van het stadion en van de fans, maar dat het ook de laatste dag is dat we met de spelers en de staf bij elkaar zijn. En ik heb hier heel veel waardering gevoeld. Maar datzelfde heb ik op 1908 ook. En een geweldige tijd gehad, met uh, elke dag met heel veel plezier naar de club gereden. Dus dat, uh, dat, zal, dat zal een lastige dag worden, denk ik, ja. ja. als je die Timber vandaag tekeer ziet gaan, uh, die is de Eredivisie toch eigenlijk wel ontgroeid, hè? Is het handig voor hem om nog een jaar te blijven? Nou, ik heb heel veel spelers de afgelopen jaren gezien die een geweldig seizoen hadden en het jaar erop ook nog in de Eredivisie speelden. Dus... Uh, Quinten heeft een heel erg sterk seizoen. heeft zich geweldig ontwikkeld dit jaar, maar met hem ook een aantal anderen. En uh, als Feyenoord volgend seizoen weer het hoogst haalbare nastreven, wat we het afgelopen jaar ook getracht hebben te doen, dan zijn dit ook jongens die je heel graag zou willen behouden. Maar dat is, niet, ik wou zeggen, dat is niet iets waar ik nog over ga, maar, nee. <laughs> maar goed. Maar, maar tien wedstrijden op 60% uh, met de vingers in je neus, daar word je natuurlijk niet beter van. Nou, maar je speelt wel elke week en er zijn ook voorbeelden van spelers die naar het buitenland gaan en daar niet spelen. Ze hebben volgend jaar bij Feyenoord weer acht Champions League wedstrijden. Er zijn een aantal grote wedstrijden natuurlijk weer uh, tegen de clubs die we allemaal kennen. Dus ja, die optelsom moet elk individu voor zichzelf maken. En daarnaast uh, heb ik zelf ook gemerkt, gaat het altijd er ook nog om of er een uh, transversom uh, voldoende is uh, voor de desbetreffende persoon die in de belangstelling staat. Ja, jij hebt hier nog niet geïnformeerd de transfersommen. transversommen. Nee. Nee, alle, alle, uh, alle uh, hoe zeg je uh, die daarover zijn, die zijn volstrekt aan onrechte uh, omdat, um, omdat het daar, uh, als het gaat om de spelers van Feyenoord, nog niet één keer over gegaan is. Nee, dus wat niet wil zeggen, want ze zijn dusdanig goed dat ze ongetwijfeld in heel Europa op lijst staan. Maar ik durf niet te zeggen of dat zo is um, bij de club waarvan jij denkt dat ik daar naartoe ga. Ja. <laughs> dat denk jij toch ook? Dat denk ik ook, ja. Ja, ja heel goed. Hey, laatste uh, tussenstand van Wiever uh, richting het uh, EK. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat hij dit seizoen zeker niet meer in actie komt voor ons. Nee. En dan zal ter beoordeling van de medische staf van Feyenoord en de ontwikkeling in zijn blessure, uh, in de medische staf van de KNVB en de ontwikkeling van zijn blessure en de bondscoach Ronald Koeman, de keuze zijn, ja, waar staat hij in zijn revalidatie en hoe, hoe lang heeft hij nog nodig? En ja valt natuurlijk het beste te zeggen als we twee, drie weken verder zijn. Maar hij gaat bij ons geen wedstrijd meer spelen. Nee, maar omdat Koeman nu ook 26 man mee mag nemen... dan zou je kunnen veronderstellen dat hij misschien... Maar dat is, dat is een keuze die Ronald moet maken. Uh, ja, dat kan wel. Dat, dat zou hij wel kunnen halen, zeg maar. Dus dat je... Nou, maar ja, Ronald niet kan er speelt. zelfs voor kiezen om een geblesseerde speler mee te nemen... die misschien ja. in de eerste wedstrijd ook nog wel geblesseerd is... en dat hij zegt, van, joh, misschien heb ik hem in de finale nodig. Maar dat, dat zijn keuzes die... Ja, die moet hij maken. Maar fysiek zou dat kunnen bij Wieven? Wat bedoel je? Nou, dat hij zeg maar de eerste ronde uh, laat schieten. Ja, dat is moeilijk in te schatten op dit moment. We weten dat hij... het Dus eind... dat is moeilijk in te schatten. Nou, we hebben wel de verwachting dat hij aan het einde van het toernooi wel weer fit zal kunnen zijn. Uh, maar dat weet je natuurlijk pas beter op het moment dat je wat verder in je herstel bent. Want op dit moment is er een bepaalde verwachting qua tijdsduur. De verwachting is in ieder geval dat hij dit seizoen bij ons niet meer speelt. Maar ja, hoe gaat hij de komende weken, dagen doorkomen? Hoe snel maakt hij zijn stappen om uh, misschien straks alweer klaar te zijn... om bij de eerste training aanwezig te zijn? Of pas later in het toernooi. Ja, en dan is het de keuze aan de bondscoach, maar ook aan Mart zelf, of die, uh, of die dat uh, dat ziet zit. Dankjewel, je Alsjeblieft. Nog een check, nog vraag van Nederlands pers. <coughs> Zijn we klaar? Nee, nog niet. We move on to British media. Welcome again. Uh, we agreed on two questions each because we have uh, some more than uh, than Friday. But we start with Gary, so that stays the same. Thank you very much. Congratulations, Anna. Enjoyed that. Good performance. Um, emotional. Scenes at the end, though, obviously you went towards the fans, some of whom won't be able to be here in two weeks' time. It looked very much like they were saying goodbye to you and you were saying goodbye to them. I think I agree on that, that it looked like that. Yeah. So, um, but it also has to do with what we achieved here in the last three seasons. Uh, so, I think they, uh, they liked what they saw in the last three seasons and also today. But from all the rumors in the media, I think they are expecting uh, me to leave. Yeah, that is something we could uh, we could say. And there was another thrilling game tonight with lots of goals. Liverpool won. Will you have a chance to see it? Have you recorded it? Will you watch it when you get home? I just said to your colleague uh, that 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 I saw a few minutes of the game, but then we had to come to the stadium, and when we were here, we. Uh, it wasn't broadcasted over here. That was the word I was trying to find uh, two days ago. Um, so um, I didn't saw a lot. I saw the first goal, which was a which was a great goal. Um, but apart from that, I cannot say that much about it. it was a, a good win from uh, from Liverpool. You'll we'll watch it when you get a chance next couple of days. Uh, if the of official confirmation is there and I'm 100% sure that I will go there, I don't I don't think I only watch this game. I will watch a lot of games from them. Um, so, uh, and then it could be that I watch this one as well, yeah. Yeah, we move on to the front row. I <laughs> own uh, Lewis Steele from the Daily Mail. Um, Louis Diaz? <laughs> Lewis Diaz? Lewis Steele. Oh, okay. <laughs> um, Jurgen Klopp said on Friday that if you wanted to, his phone's always on for you to contact him for advice in the hypothetical situation that you become Liverpool <laughs> manager. Is that something that you do? Speak to him for advice? <coughs> I think it's it's normal that if you go to uh, to a new club, and if that would be Liverpool, then it's normal that you contact uh, the former coach. I did this when I went uh, to Feyenoord as well. And when I became the head coach of, I said it was necessary because the former head coach I worked with him for uh, for two years, so it's not more than than normal that um, that all the knowledge a person has that worked a few years at that club and in this situation even for nine years that you um, that you contact him, but apart from that I know his assistant quite well, papain Liners, um, but if there's an official uh, confirmation and. The way I look at it now, when the season is done, uh, would be would be uh, strange if I wouldn't call them then. Yeah. And uh, at the end, the, the crowd were also singing about your assistance and giving them a lot of applause as well. How important is that for you that your backroom staff get the credit as well as just you? Yeah, I just said to your Dutch colleagues that um, now I got the credits and my. And my assistant Sipke Uh and, and and that doesn't um, that's not fair to all of the others because all of the others are also very important. Uh, if you look at the availab availability of all the players, we every time have the, the fitness they have, then our medical department and our uh, performance department should get a lot of credits as well. But you know how it is in football; it's always the head coach. That's a nice thing when things are going well. When it's not that good. It's also about you as a head coach, but I think the complete staff of Feyenoord deserves and the players deserve a lot of credit for the way we performed here for the last three years. Hi, uh, uh, congratulations on tonight' fantastic result. Um, those of us who've been sent here to watch this game and kind of make judgments from it—was this a classic, on stop performance? The, the kind of perfect. Mm, I wouldn't say perfect because I didn't like the first half that much. But what I liked a lot is that 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 the game was constantly played on their half, and we didn't concede a lot of counterattacks. So that was really good. I think it was somewhere in the second half that the first time we gave away two chances. That is, I think, typical for us, especially in the last two years, that we don't concede a lot of uh, chances and also not a lot of counterattacks, despite the fact that we are very. Um, uh, that we are a very offensive team. We attack with a lot of players. And uh, scoring five goals is not a coincidence, missing a lot of chances. That is something uh, I've experienced a lot uh, with my team. So I'm hoping that that uh, in the future will be a little bit better. Um, and that you've spoken about the moments after the game and you're saying goodbye, perhaps, to the fans. Just the, the last 10 minutes I thought were pretty amazing. You know, it's a Beautiful night here in Rotterdam. It's warm. Your team is winning easily, playing comfortable. Um, the crowd is singing your name. Uh, these are special moments for a manager. Yes, definitely. Um, it's not a normal situation for a manager to um, that that the fans are singing your name, let alone that they do it in 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 such uh, in such um, such a way. In such a way, so with so many, the whole stadium was singing. So that is normally that's when the manager uh, loses one or two games that the whole stadium uh, stands up for you to sing different songs. So that was really special, and um, but that had probably everything to do with the way we performed in the last three seasons over here. And final one, uh, final one, yeah. So in like in these moments, are you thinking uh, this is the perfect time to leave a club when? This relationship with the fans is at the peak, or were there any moments when you were thinking, you know, you, you've got to be mad to walk out of a situation like this? Yeah, yeah, that's that's a different judgment to make every time. So last season the fans were, I think, quite similar to what they are now, and then I felt like uh, things are not done here yet. I want to go for one extra year or maybe even longer, but then sometimes in life opportunities come along and. Um, and you have to listen to that and then ask yourself the question will i continue this journey at this club or is this a good moment uh, to leave and i've made that choice for myself and probably <laughs> in the upcoming days or weeks you, uh, you will hear that official announcement as well so it's always difficult what is the right moment to leave so uh, one of the former managers of final giovanni van bronkost had fantastic seasons over here three in a row and the fourth was not what he and the fans expected. But he still won the cup in the end. Um, so difficult judgment to make. Last year I made the choice to stay, and now probably made another choice. <laughs>